Goeiedag. Ja, het is best een vriendelijke dag vandaag. Met opklaringen, wolkenvelden, stapelwolken vanmiddag ook. Lokaal kan een stapelwolk uitgroeien tot een bui, met name in het binnenland. Maar verder toch overwegend droog weer. Maar wel nog steeds erg nat op veel plaatsen. Zoals hier ook mooi te zien. Dit weiland staat bijna helemaal onder water. Als we naar de neerslag gaan kijken in februari, dan zien we dat februari een van de ja, wat drogere maanden is in ons land. Gemiddeld zo'n 60 mm. Droogste maand is april, 41 mm dan. En de maanden daaromheen nou, die zitten dan allemaal zo'n beetje tussen die 50, 60 mm in de zomer. En ook in de winter valt er in ons land over het algemeen meer neerslag. Maar als we gaan kijken wat er tot nu toe in februari is gebeurd. Dan zien we hoeveelheden in het zuiden van het land, van zo'n 60, 70 mm. En dat is al meer dan wat er gemiddeld genomen in. Uh, het zuiden van het land valt. Want op sommige plaatsen komt het niet eens zo ver. Nou ja, we hebben nu twaalf dagen gehad. Kortom, het is alweer behoorlijk nat in het zuiden. In het noorden daarentegen is het uh, ja, over het algemeen nog niet zo nat. Grote verschillen dus ook in het land. Nou, komt er nog meer neerslag bij? Ja, dat gaat gebeuren. Op woensdag bijvoorbeeld en op donderdag wordt het erg nat. En ook morgenavond dan kan er in de loop van de avond neerslag in ons land binnenschuiven. Vannacht in ieder geval opklaringen. Morgen dan neemt de bewolking wat toe. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de avond wordt de bewolking dikker. En dan zien we hier die regen binnenschuiven. En dan krijgen we twee dagen die toch vrij nat gaan verlopen. De woensdag en de donderdag die brengen periode met regen. En dus zullen de neerslagmeters dan weer verder gaan vollopen. In detail kunnen we er ook nog eventjes naar gaan kijken. Dan zien we ook die buitjes die dan later vanmiddag misschien nog even in het binnenland ontstaan. Vannacht helder, of in ieder geval brede opklaringen. Lage temperaturen, rond de 2 graden kan het gaan worden. En dan zien we morgen in de loop van de dag vanuit het zuidwesten die neerslag weer dichterbij gaan komen. Dat is zo'n beetje aan het eind van de middag. En dat schuift dan in de loop van de avond en met name in de nacht weer over. Dan is dus de paraplu wel weer nodig. Goed, hoe ziet het er voor komende nacht uit? Die droge nacht. Nou, er zijn de brede opklaringen. Temperatuur landinwaarts rond de 2 graden. Plaatselijk kan het misschien nog wel wat kouder worden hoor. Forst aan de grond. Sluit ik ook niet uit. De wind waait uit een zuidwestelijke richting en is meest matig. En dan morgen overdag, ja, met name in de zuidelijke helft, toch ook nog wel zonnige perioden. In het noorden is meer bewolking aanwezig. En in de loop van de dag wordt die bewolking dan dikker. De temperatuur loopt op naar zo'n 8 of 9 graden. Vergelijkbaar met vandaag. En dan waait een matige zuidwestenwind. En in de avond dan schuift dan geleidelijk aan die neerslag binnen. Daarvoor zou er een enkele bui kunnen vallen. Ik wil dat niet helemaal uitsluiten. Ja, en dan de dagen na woensdag en donderdag is het weer erg zacht. Met temperaturen in de dubbele cijfers: 12 tot 14 graden. In het zuiden zal het nog wel wat warmer worden. Ook vrijdag overigens nog die hoge temperaturen. Kijk ook eens naar die nachttemperaturen. Die zijn ook erg hoog voor de tijd van het jaar. Wisselvallig weer erbij: die periode met regen. Dat zit wel duidelijk in de kaarten. In het weekeinde lijkt het allemaal wat droog. Te worden en worden met name ook de nachten wat kouder. Fijne dag!